Vissers die voor overlast zorgen op het veerplein de Meerzorg zullen worden verwijderd. Dat zegt districtscommissaris Ajay Kali. De vissers hebben de betonnen steger, die niet meer wordt gebruikt, tot hun eigen plek gemaakt. Visnetten worden achterloos achtergelaten, terwijl er ook alcohol wordt genuttigd. Behalve dat de steger er niet uitziet, wordt het gedrag van de vissers ook als overlast ervaren door bezoekers. DC Kali wil hieraan een einde maken, vooral omdat hij als missie heeft om Kommerwijnen tot een toeristische trekpleister te maken. De mensen gaan sowieso ergens anders geaccommodeerd worden voor het laden en lossen van zijn of haar producten. Ik bedoel, dan gaat het om van de vissen en daarmee zijn we bezig. Dus ik denk dat we komende week of de week daarop eerder een gesprek zullen hebben met visserscollectief Kommerwijnen en met de gewelastige politiecommandant om de mensen ergens anders te accommoderen. Want dit is niet het gezicht van de toeristen zijn. Ook mensen komen hier dagelijks. Maakt men gebruik van de veersteiger en de boot. Men doet men de oversteek. Er zijn er zeker per dag 30 boten die elke dag 5 ritten doet. En dan zijn er 20 mensen, dan kunt u rekenen dat er zeker 3.000 tot 4.000 mensen elke dag de oversteek doen. En dan, dit is een ideale plaats ook om als een toeristisch aan te leggen, maar ook dat men hier ook kan, vanuit hier men de oversteek kan doen. Het probleem is aangekaart door Umar Jemidar van de belangengroep Kommerwijnen. Jemidar zegt dat het de missie van de belangengroep is om het veerplein zo mooi mogelijk te maken. Goed kijken, zit die oprijbrug van die oude veersteiger al reeds bijna voor 3/4 in het water. En dat kan, is een stalen constructie, dat kan makkelijk gedemonteerd worden. En als dat gedemonteerd is, kan deze oprij, dus aanmeersteiger zelf, wat wel een betonnen deel is, dat kan omgetoverd worden mooi in een pier. Dat je dus alvast bezig bent het een andere dimensie te geven, zodat mensen 's middags of tijdens de weekenden ook hier kunnen vertoeven. Of 's nachts, 's avonds, als je dan een drukke werkdag hebt gehad. Dat je ook hierheen toe kan rijden en je, een beetje je mind kan laten rusten, kalmeren. En als je goed kijkt, dan heb je aan de overkant een mooie view. Je ziet de waterkant van hieruit. Je ziet de haven, je ziet althans Paramaribo van hieruit. Dus je hebt een mooie view. En dit alles moeten we gaan benutten. En ook aan de zijkant hier zullen we ook met de ondernemers hier gaan praten. Om te kijken hoe zij, in plaats van achter hun gebouwen vuil te dumpen, het ook op een manier kunnen investeren en verfraaien. Zodat er een paar tentjes komen, zodat er een soort vorm van een kleine boulevard hier ontstaat. Umar Jemidar van de belangengroep Kommerwijnen over de acties die genomen worden om het veerplein te Meerzorg te verfraaien.